In de Week van Poont zetten we iedere keer iemand in het zonnetje. Iemand die ook wel wat hulp kan gebruiken. Deze week is dat de 30-jarige Emma Post uit Utrecht. Emma is uitbehandeld en heeft een crowdfundactie opgezet om haar eigen begrafenis te kunnen bekostigen. Hey, hey, hallo. Hi. Hi, welkom. Jij bent Emma, hè? Ja, dat ben ik. En jij hebt slecht nieuws, geloof ik, hè? Dat kan je wel zeggen. Ik heb inmiddels alweer een paar jaar leverkanker. Dit voor de tweede keer. En ik vind het belangrijk om op een goede manier afscheid te kunnen nemen van mijn dierbaren. En daar heb je geen geld voor? Ik heb er zelf geen geld voor, nee. En hoe lang heb je nog? Maanden. Oh, dat is heel snel. Ja. Want zo zie je er, je ziet er goed uit. Ja, dat is nog het laatste waar ik nog een beetje van... ik heb geen idee wat ik ervan moet zeggen. Ik zie er goed uit, ja, al flikker toch op. Jij zei, ja, ik zou ook nog wel wat hele leuke dingen nog willen doen eigenlijk... in plaats van alleen maar wegkwijnen. Dus ik zou zeggen, zullen we gaan? Ja. Zullen we een wijntje gaan drinken? Vorige week champagne. Ja, we gaan maar champagne drinken, vind ik ook goed. Zo, Emma. Vandaag gaan we volhouden, hè? Zo samen met mij. Of, Het is geweldig. Het geld wat je krijgt van mensen, dat ga je bijvoorbeeld ook gebruiken voor een kist dan. Heb je specifieke wensen voor een kist? Nou, het hoeft geen Ferrari te zijn. Het kan gewoon... Slangen leren binnenkant trekken. Nee? Nee. Dat, gewoon een normaal dingetje. Gewoon een normaal zesplank kiezen. En, ja. En een deksel. Ben je bang voor de dood? Nee, ik ben bang voor lijden. En het gaat ontzettend veel pijn doen. Ik kan op een gegeven moment... kan je niet meer eten. Je kan... Ja. En als we dan nu proosten, waar proosten we dan eigenlijk op? Help me even. Op een mooie dag. Ja? Ja. Verder had je nog gezegd klassieke muziek. Jij wilde nog voordat je sterft één keertje een nou, klassiek met jou concert. Wil ik alles. Dat is geen probleem. Alles? Nou, niet alles. Kijk uit wat je zegt. Jan, voor jou even goed om te weten. Emma heeft niet zo heel lang meer te leven. Dus nee. Heb je wel even iets beter je best wil doen. Maar nog een keertje uit volle borst voor de mensen die zitten te kijken. Storten voor jouw crowdfundactie. Ja, ik zou graag een mooie uitvaart willen. En ook voor de mensen die in dezelfde positie zitten. Dus doen hier allemaal.